Het is 4 voeren. Dit is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Het is het boegen of basten van de centrale as. Voor- en zinstanders worden de hele jet door de Raad van State. En dan zal lang om let duidelijk worden of de nieuwe provinciale dijk tussen Dokkum en Nijegeerder nou wol of net komt. De provincie denkt ze dat eerst Friesland beter bereikbaar te maken. Tjinstanders zeggen ze dat de Gineet steeds zaak daar is. En ze zijn benauwd voor ontaasting van graaide vogelgebieden. Wij gaan ontwond denk ik dat er alternatieven binnen. Die alternatieven die kunnen op dezelfde manier en niet goed de problemen oplossen. Hè, die wij ook wel zorgen die het oplossen worden matten. Maar die houden beter rekening met de kwaliteit van het gebied. Het Friese Geest wil hem dikwijls del lezen bij het besluit van de Raad van State, die toch door Saiswieke uitspraak. De regio Noord-East Friesland krijgt 20 miljoen euro van de provincie voor de ontwikkeling van het gebied. Dat heeft deputaire Janne Wieske de Viers van de Monsaar bij de presentatie van de provinciale begroting van het komende jaar. De regio hier om meer geld vragen, maar dat zit er net in. De Noord-East Hoek is een krimpgebied, waar een soort leegstaande huizen. Er moet gauw wat gebeuren, vindt de provincie. Er kerst meer maar wettersport wel, Lauwersmaar, Zuid-Ier. Dan moet je denken aan het opkrijgen van kernen, de verkrotting die er plaatsvindt. Zien dat we met energiemaatregels de huizen goed maken kunnen. De onderwijsverzieningen. Het is een heel pakket om maatregels om het gebied kwaliteit te jaan en de verzwaring dat mensen daar wenen kunnen. Meer dan 420 spotters mochten Joert, bij hege uitzondering, op een vleerbasis in Ljouwen het foto's maken van de vleerlijke oefeningen voor de Ierpendagen dit weekend. Die taststemming weer verleend om te reguliere spotters plakken bij Massem en Jelsum voor de verkeersveiligheid afsletten binnen voor het publiek. De vleerlijke spotters wie nu het hele land naar Ljouwen kwamen om van deze gelegenheid gebruik te maken. En als dank voor deze VIP-behandeling waard 3500 euro inzamelen voor de Bennenborkerij in Stiens. Is dit nog genieten? Ja, zeer zeker. Dus maar hier in de zafel hier dat het hier op jou te doen is. Morgen en sneeuw binnen de spotters werd gewone taskogers tussen de 200.000 bezoekers. De toekomst van basisskwallen Het Sluiske in Gwaingeriep ziet het faai. De skwallen hebben op dit stadium geen 20 leerlingen en wat daarom aan het eind van dit skwalier de dwarren sluiten. De squallen is op dit stuit druk dwaande om een gearworking maar de squallen van Terhenne op te zetten. Het ier dat ze nou krijgen om deze gearworking op touw te zetten is te min. Neffens de MR en dwarfsbelang Gwaingeriep bent er in 2008 terug wethouder Jan Walrecht tassissings dien. Ze hoop je onderhand daarvan een bijdrage van 400.000 euro van de gemeente te krijgen. De bijenvereniging op een lemmer wil de skeer van een grutal vernielingsopziencomplex verhellen op de 12 vertochten, die voor deze zaken onhouden binnen. Er zijn een 16-jarige vrouw uit Zuidhorn en een 15-jarige jongen van de lemmer. Naast vernieling zit er ik brandstiften en stellen. De skeer is goed 12.000 euro. Zo'n 30 vlechtelingen die in Friesland komen te wijnen binnen Joert in de provincie omgekomen. Ze waren vanmiddag officieel in Snits ontvangen. Er zijn vlechtelingen uit Kenia die zonder een lange asielprocedure voortendadelijks een verblijfsvergunning kregen hebben. Als je ziet uit wat voor omstandigheden deze mensen komen, dan is het een hele overgang. Als je nagaat dat ze dus gewend zijn op houtskool te koken en wij zetten daar dus allemaal gastel neer met elektrische ontsteking, dan is dat al een wereld van verschil natuurlijk. Ze komen te wijnen in 14 huizen in Zuidwest-Friesland. Later deze maand komen nog eens 40 vlechtelingen die het in het noorden van de provincie een wenning krijgen. Nog een hier, en dan moet het hele Nijsailand-project in Ljouwen het kleer wijzen. De eerste gebouwen binnen Gebroekskleer, onder Wielens werd er het verder werken in het centrum van de Haardstad. Het Nijsailand begint al behoorlijk warm te krijgen. De eerste winkel is al iepen, van het weekend binnen de eerste appartementen te bewonderen en de contouren van het Fries Museum worden zichtbaar. De mening over het grote project had van het begin al verdeeld west en dat is nog net verroren. Ik vind het een behoorlijke verbetering als ik nu vanuit het station loop, het plein over, of naar het plein toe en ik zie de grandeur van het mooie wat daar nu gaat gebeuren. Ik ben van mening dat het mijn eerste massaal worden is. Winkels en wennings binnen om de kriesdagen heen kleer, het Fries Museum Maaie Takkemier en september 2012 wordt de bouw afsluiten. We weten daar on het waar.
Joen, vannacht ziet er vrijwel geen wind. Het wordt een graad als zon vannacht en er is kans op mist. Morgen flink wat zinnen, 18, 19 graden en een matig ontkrachtige zuid-eerste wind. Van het weekend wordt het wisselvallig, maar je hebt beide dagen kans op buien. En dat staat via deze kwartier. Dadelijk is je naar Heer en Baars Boppenbaars. En ik meld me maar meer Fries Nijshaars, zo'n Zijsburg.